En behalve een aantal nieuwe verborgen cameragrappen in de Bananasplit Show, hebben we verder na het nieuws een aflevering van Falcon Crest, waarin het doel weer alle middelen heiligt. En dat doel is natuurlijk macht. Rond 9:50 krijgt u achtergrondinformatie en sportnieuws in Tros Actua en Tros Sport. En tenslotte kunt u weer genieten van een even spannende als humoristische aflevering van Harte 2. Voordat we plaatsmaken voor reclame en journaal, krijgt u eerst de weersverwachting voor de komende dagen van Jan Pelleboer. Het grootste deel van deze winter stond in het teken van depressies. U hebt het gemerkt, overvloedige regenval en dit weekende, jawel, een hoge drukgebied. En in een hoge drukgebied vaak oplossende bewolking en zonnig weer. Waarom? Dat laat ik u op dit kaartje zien. Links op het kaartje in een depressie stijgt de luchtdruk, koelt af, daardoor bewolking en regen. Maar rechts op het kaartje hoge druk. Vanuit het centrum daalt de luchtstroom en wordt warmer, waardoor een oplossing van de bewolking en een zonnetje. U zal het de komende dagen merken. Laten we maar eens naar de weerkaart gaan om te zien wat er voor de deur staat. Wat kunnen we zondag van het weer verwachten? Het hoge drukcentrum vandaag bij Oost-Engeland gaat naar de Noordzee, 1040 millibar, waardoor een zwakke noord laat de noordoostenwind. Er zijn zonnige perioden. Enkele mistgebieden in de ochtend, maar overigens gunstig weer. Oosten 's nachts bij afkoeling min 1 tot min 3, maar meer vorst zit er voorlopig niet in. En wat we daarna kunnen verwachten begin volgende week ziet u op de computerkaart. We hebben hier de computerkaart voor maandag. Het hoge drukcentrum blijft voorlopig nog bij Denemarken en de Oostzee met een zwakke oostelijke stroming. In dit gebied echter niet meer dan een graadje vorst. De grens van strenge vorst loopt langs Stockholm, zo naar West-Rusland, maar komt nauwelijks dichterbij. Van de oceaan dringt later weer een front naar de Noordzee. Het is dus twijfelachtig wat het vorstperspectief betreft de volgende week. Ja, wat niet kan, dat ziet u op deze foto. In de laatste 10 jaar is het 3 keer voorgekomen dat er in de tweede helft van februari nog werd geschaatst. Op deze foto 23 februari op het Paterswoldse Meer in 1981. Zou het de volgende week misschien nog tot wat vorst komen? Wel nu, ik zal u op de hoogte houden met het Tros Kompas weerbericht 05907. 5907. Tot straks.